Want ze zit mooi op haar gsm bezig. Het is echt mooi, de zon erachter. Komt je er ook bij, Ine? Hoe is het gegaan, de les? Goed. Ja? Din is een beetje ziek. We hebben dus net gereden. En ik heb op Maurits gereden. Ja, zij op Dante. Dat is de tweede keer dat we dezelfde les leren. Niet derde keer. Ik heb ook zo'n keer dat ik zo heel in het begin reed, op die zondag. Ja, maar het heeft echt goed gedaan. Ik was echt verbaasd. In het begin liep het als een dans. Ik vind dat zo cheap, hij is kwaliteit, maar oké, omdat jij het doet. Ja, zeg, ik kan het alleen hoor. En dan lacht je zo schattig van we gaan naar het spiegel komt zo. Febe, vind je het nog leuk? Ja. Vind je het niet erg dat je moest stappen voor mij? Nee.
Nee. Geweldig. Ik heb al een paar kilometers nu verlopen, denk ik. Wat moet je nog doen vandaag? Wat moet je nog doen? Wat moet je doen? Nee, niks. Dat was het laatste. Ja, want je stinkt. Ik stink echt. Ik ruik mezelf echt. Zeg, ik moet mijn wassen. Ja, en ik zei ja, want je stinkt. En toen dacht ik van, maar ik stink ook. Maar jij zegt, ik stink. Nee, ik zei ja, want je stinkt. En dan zei ik, dan dacht ik stink ook, dus... Nee, jij zei... Dat is niet waar. Ik zei dat. Nee. Kijk dat terug. Oké. Okay. Je zegt, je stinkt. Ah, ik stink ook. Je hebt de zin. Ja. Dan zegt je, ik ook. Maar ik zei, ja, want je stinkt. Oh, jongens, en toen dacht ik, ik stink zelf. Dus, ja. Sorry hoor. Geen excuses aan mij. Wat is dat eigenlijk? Dat is mijn blote kast. Oké. Okay. Jij zeker als je erop zit. Nee. Dat is niet waar. Ik doe dat wel, maar ik durf dat niet te zeggen, want het is een beetje... Want dat is niet waar. Ik ben toch proud van mezelf. Ja. Zij wou dus niet met Cassidy galopperen. Ja. Ze wou dus zelfs niet meer rijden. Zeg, je gaat ermee rijden. Mama, zeg, nee, je gaat ermee rijden, maar niet galopperen dan. Ik zeg, nee, we zullen niet galopperen. Lief, zeg, madame. Ze heeft ermee gegalopeerd zonder een kick te geven. Ze heeft er zelfs mee gesprongen. Echt? Ja, toch? Ja. Maar Cassidy, ja, voilà. Hey, mijn voeten zijn echt aan het verbeteren, vind ik. Hey, maar vroeger kreeg ik zo. Hè. Ik stuur je, ik ga je een foto laten zien. Ik zat letterlijk zo. Hè. Doe, nu zit dat ook echt oncomfortabel. Snap je dat? Omdat ik kon mijn benen daar niet rondleggen, dus wat deed ik dan? Ik klemde met mijn hielen. Snap je? Omdat ik had zo niet hier genoeg spieren om te knijpen met mijn kuit. Maar ik zat nooit niet ver met mijn benen achteruit, maar ik zat denk ik zo of zo. En dan moest ik altijd zo zitten. Bij de witte vooral. Ah ja. Als ik ga verruimen. En nu zit ik op de maatjes. Ja, maar nu zit je goed. Met je been. Maar ik let er ook wel op, want ik dacht op een gegeven moment, shit, mijn been is te veel naar voren. Maar je voelt dat, je kunt dat zo niet gevoelen, hè. Heb ik dat ooit al in de video gedaan, zodat een van je dienen erop? Oh my god, nee, doe dat! Dat is zo grappig! Dat is zo grappig. Oké, wacht, hè. Doe maar. Maar je blijft natuurlijk... Wacht, hè, maar doe dat als je zo voor ons loopt. Oh, je dwaas kind. Oh, cuties. Kan ik niet zo in die nek gaan liggen? Kan dat echt niet. Dat zit hier zo tegen. Bodin. Zie ik klaar. Funny, gelenig mens. Dat tegen. Ah, Lize, ze is weer obsessed. En dan zegt ze tegen mij, ja, je mocht niet zoveel twerken in de video's, jongen. Ja, hallo. Jij komt er echt met je gat zo in de camera te twerken, jongen. Nee. Ja. Huh? Ja. Huh? Dikke ja, shout-out naar Phoebe. Ja, zeker. Louise ook, hè. Louise ook, hè. Louise is ook echt diehard. Ja? Oké, okay, ook een shout-out naar Louise. Ja. Maar ja, mijn loopt daar, dat is kei schaam. Zoe! Zoe! Hallo! En een poos. Ik ken dat ik ben zo weer in een happy moe buis. Ah ja, ja. Ja, dat was weer grappig. Vorige week, we zijn zo uitgegaan. Bodin en ik, en zij was zo lastig. Zij was, want ik belde haar zo van, ja, Bodin, zijt je er al? En zij was zo van... Nee. Maar zo moemel. Ik zo, maar wat zeg je allemaal? We komen wel af, oké? Okay. Ik zo, oké, doei. Maar eigenlijk was ik niet eens meer gaan, maar ja, maar die bleef slapen, dus ik moest. Oh ja. En ze stond, op een gegeven moment stond ze daar echt zo... Ik kon naar huis. Ik kon echt zo, allee. Ik stond daar echt allee. Zo, hè. Ik met je ogen zo net... Ja, je ogen waren echt... Je werd echt staand aan het slapen, of zo. Ik kan dat, vroeger niet. Ik slaap... Allee. Sliep ik als ik haar ben. Echt? Maar echt slapen. Ik mocht daar iedereen rondvragen. Nee, mijn pony wilde gewoon. Mijn dokter was te groot. Dus ja. Zo. En ik zat wel
een pony. En die deed gewoon verder en iemand had dat door. Echt, ik zat gewoon echt? Door, ja. In galop? Daarmee dat je zo goed treden. Je zat het zo... zo een, allee, als je slaapt, ben je toch heel ontspannen. Ja, het is toch zo vooral omdat je... Als je, als je in het begin leert rijden, dan ben je zo bang en spant je op. Ja. En dan kun je niet zitten. Eigenlijk heb ik nooit geleerd. Nee? Dat heb ik altijd nooit. Nee? Maar ja, jongen, je paard begint te stijgen en je begint gewoon keihard te lachen. Ja. Maar bij mij, ik weet niet, hangt er vanaf. Als ik zo voel dat ik er controle over heb, dan is dat zo van, allee, jongen, en dan probeer ik mij te concentreren. Ja. En dan begint mijn papa mij na te doen. Dat je er zelfs op kunt letten, man. Ja. Oh, ziek lang. Nee, maar als boy zo begint te stijgen of zo, dan denk ik echt van kijk. Ik had wel één keer dat ik dacht, nu ben ik echt dood. Dat was op Ispanje. Dus, ik was dus met mijn papa passage aan het doen, wacht. Doe dat ooit. Super gevaarlijk. Ah, ik moet even beter. Ja, oké. Dus, ik was met mijn papa passage aan het doen en mijn papa dus stond op de grond en ik zat op East Point. Dus ik moest hem dus verzamelen en zo en bladibladibla. En dan mijn papa zat er zo wat met de zweep achter, halvelings. En dan ineens ging hij kaarsrecht de lucht in staan omdat hij dus verzameld moest blijven, maar ja, toch vooruit moest. En toen dacht ik dat ik echt plat ging zijn en dat hij achterover ging vallen, want als East Point op mij valt, ben ik echt een pannenkoek volgens mij. Dan ben ik gewoon diarree. Ja. Wijs. Eigenlijk, als een tinker zijn hoef ja. op je hoofd zou zijn, zou je dan dood zijn? Dat zou elke hoef zijn hoor. Als je geen tokkaar hebt, hè. Als je geen tokkaar hebt. Maar als je zo op je gezicht, onder je tok... Ja, dan heb je geen probleem, hè. Ik had ooit dat ik... Maar je bent zo half uit beeld, hè. Ik had dus een Shetlander en toen ik kleiner was en ik was die zogezegd aan het pesten, dat zegt mijn mama. En er was zo'n balkje en ik had die aan de hand vast en ik sprong daar altijd heen en weer over. En mijn mama had al geroepen naar mij van, allee, stop daarmee, want hij gaat hem een keer omdraaien en een klets geven. Hè. En echt, die had recht op mijn mond geslagen. Hè. En chance dat hij geen ijzer zat. Gans mijn gezicht zo ver. Mijn mama dacht dat ik tanden kwijt was. Allemaal bloed. Oh nee. En dan moest ik een week van dat ja, plat eten, zo gezegd. Hey, oh maar Alia, wat ik me kan herinneren is dat ik gewoon fristie dronk. Allee, man. Hey, maar... En ja, nu is dat wel dat als ik zo iets super warm eet, ik kan dat niet met mijn voorste tanden. Nee? Dus mijn mama denkt dat er iets met mijn zenuw toen was of zo. Ja, dat kan wel. Maar kijk, mooie tandjes. Oh my god, met Shania. Dat was op kamp. Dus we moesten de ponies van de wei gaan halen. We hebben zo elke ochtend zo ochtendkarwei. En Mode, die ging samen met de rest van de kamplingen, hoe zeg je dat? Volgt u, ik zeg het maar. De ponies van de wei gaan halen. En ik kwam toen met mijn halsters en ineens zie ik Shania zo tegen het hek vliegen en ik was zo... Wow, ik was echt, wat is er hier gebeurd, man? En ik ga er zo naartoe en ze had hier op haar ribben, of de andere kant, ik weet niet meer, een stamp gekregen van Quichotte. En ze heeft daar gewoon even neergezet en ze heeft eigenlijk nog alleen die dagen meegereden, hè. En dan uiteindelijk bleek dat ze gekneusde ribben had en een gescheurde mild. Dat is mega gevaarlijk, ja. Maar die liet dat niet zien dat hij pijn had. Dat was echt gek. Toen heeft haar nek al gebroken. Vertel dat keer. Maar ik denk dat wel, maar dus... Het was hier dus ponyrace op kamp. En ik zat nog bij de laatste twee. Samen met Jinte op Bruno. En ik zeg nog tegen Jinte, voordat we starten, ja, pak zijn manen. Het was zonder zadelmolens. En ik zeg, pak zijn manen vast, want iedere keer als Bruno startte, vloog ze zo naar achter. Ja. Dat je niet valt. Allee, wat is dat met die belichting? Ja. En ik zat echt niet ver van haar, hè, want ik zeg het, Bruno was echt een racepony. Ik zat op DJ toen. En ik was echt zo aan het racen. Zo. Maar ja, dat is een pony en ik heb kei lange benen. Wat doe ik? Ik zit dus hier per ongeluk in zijn lies. Oh nee. Dus die geeft maar een klein bokje, maar ja, dat was zo. Als je zo snel gaat, ja. Maar nee, die was redelijk smal. Yeah. En ja, ik had geen evenwicht. Ik zat zo, dus ja, ik had totaal geen evenwicht.
En dus, ik val daarvan, maar dat zijn zo foto's in serie. Hè. Ja. Maar ik heb wel maar één foto gegeven. Dat is echt een vieze foto. En eerst zaten mijn handen zo teugels. Ja. Dus eigenlijk ging ik echt recht op mijn polsen vallen. I. Maar aangezien dus ik vast zat in die teugels, en ja, die doet zo met zijn hoofd, draaide ik helemaal en was ik zo helemaal op de grond gevallen. Ja, dat zult je wel zien in die foto dan. En toen lag ik neer en Hilke heeft dat horen kraken. Dus ik lag neer op mijn zij, op de grond. En dus ik draai mij om. Nee, eerst, ik bleef liggen, want ik kon niet ademen, want ja, als ik vond, ja, ja. En ik dacht echt dat ik ging doodgaan omdat ik niet kon ademen. Ik had dat ook. Eigenlijk, man, ik zo, ik kan niet ademen. Maar je moet echt zoveel uitademen dan. Dan moet je echt zo doen. Ik kon niks uit. Dus ja, maar wel, ik had dat ook, maar je moet echt gewoon denken dat je uitademt. Dat heb ik ook gedaan. En ik was echt zo net op het nippertje terug aan het ademen, want zo. En dan zag ik ineens op twee voetjes staan. Gaat het? Oh, van Denzel. Van Denzel, was ik zo. Goed, man. Ja, nee, ik zei tegen hem, ik kan niet aan. Nee. Draai mij om, ik lig zo op mijn rug. Je kunt dat niet voorstellen, hè, dat je wilt rechtstaan, maar dat lukt niet omdat dat niet mee wilt. Ja. Ik dacht van. Hallo. Hallo. Ja. En mijn onkel komt dan en die zegt, blijf liggen. Ik zo. Blijf liggen. Oké, rustig. En hebben ze mij recht geholpen, maar ja, ik moest dus mijn nek, ja, dat ging niet vanzelf, hè. Dus ik moest dat vallen. Je kunt het echt niet voorstellen dat dat niet dat is echt kut, ja, dat lijkt me echt raar. Kut, ja. Want ik wil dat nadoen, maar dat werkt gewoon mee. Ja. En, maar je kunt dat ook niet nadoen, dat ligt gewoon, maar hè. Ik bedoel, dat moest ja. Echt anders. En dan ben ik recht gestaan, hebben ze mij vastgehouden langs de zijkant en ik liep zo. Dus ik ondersteunde zo mijn hoofd. Ze heeft zo op de ambulance te wachten. Nee, ja, dan ben ik op de tribune gaan zitten. Ja. En dan zei mijn onkel, ja, dus dan gingen we naar boven. Dus ik ben nog naar boven gestapt. Mijn hoofd vast. Ja. Nog steeds je hoofd vast, oké. En dan zei hij tegen Greta, ik moest gaan zitten. Maar ik zeg tegen Greta, nee, ik moet liggen of ik ga flauw vallen. Ja. Dus mijn onkel was nog boos geworden op Greta ook, omdat ze mijn benen licht had in de zetel, terwijl ik dat gevraagd had. Ja. Dus dan hebben ze mij komen af. Slag is af. Hebben ze mij afgewassen van het bal. Ja. En dat was een twijfel of ze een ambulance ging bellen of niet. Ik zeg ja tegen haar. Ja, ik pijs dat gebroken is. En mijn arm, ja, dat is ook gebroken. En dan moest Marie bij mij blijven. En de hele tijd tegen mij praten dat ik niet zo flauw vallen, zo gezegd. Ja. Maar eigenlijk wel kon slapen, want ja, het was de voorlaatste dag dat het gedaan was. Ja. Dat was eigenlijk gewoon moe. En ja, dan moest er een ambulance komen. Ik heb totaal niet geweend, hè. Moest een ambulance komen. Dat is even een belangrijk detail. Ja, maar wacht. Dus daar, ik zeg dat omdat er van iets komt. Dus dan zegt ze, ja, ik ga toch een ambulance bellen. Ik begin daar te pleiten, omdat ik niet met een ambulance wou, hè. Allee! Echt, man, en dan die sirene ook nog eens echt... Oh nee, maar ja. Maar had jij je hoofd willen loslaten? Ja, als ik neerlag, lag ik niet zo, hè. Maar ja, maar ik bedoel... Nee. Was dat dan niet dat dat zo... Ik weet niet, dat was automatisch. Dat bleef vast al. Ja, ik wist dat ik dat niet kon. Ja. Dus je hebt eigenlijk veel chance gehad. Ja, dan was ik in het ziekenhuis. En dan hadden ze die brees afgedaan voor foto's te trekken. En dan kwamen ze terug en dan deden ze die brees aan. En mijn mama zo... Dat is niet gewoon. Ze hebben 5 keer opnieuw gekeken om zeker te zijn wat ik had. Dat dat zo lang duurde. En die komt zo naar mij, die dokter, die zegt zo... Je hebt niet 1, niet 2, maar zelfs 3 nekwervels gebroken. Jee! Jongen, ik begon daar te blijten. Ik roep voor gans dat ziekenhuis. Ik word niet geopereerd! Mijn mama die trekt dat blijten, die belt naar mijn papa. Mijn papa was aan het lesgeven. Die wereld stort helemaal in. Die zei dat ik chance had dat er 3 waren, omdat het dan meer de schokken vangt. Ja. En die zei, ja, je hebt echt chance gehad, want als op een haartje na, en je werd verlamd. Ah, wel. Van hier. En dan ja. Ja. Allee. Dat wordt in de titel, storytime. Brak bot in haar nek? Vraagteken, uitroepteken.
Is deze een vlog? Nee, hè. Deze is storytime. Nee, wacht. Maar gaat dat toch niet apart doen, dingen doen? Maar met rijden erbij? Ah, wel is dat vlog, hè? Volgens. Nee, ja, dat is gewoon les en praten. Ja. Vlog is echt zo van, oké, ik ga nu opstappen, ik ga nu botsen, ik ga nu naar daar, ik ga nu bodin irriteren. Snap je? Oh. Dante, niet leuk. Dante, doe dat niet, jongen. Dus, bedankt om te kijken. Dus ik een duimpje omhoog. Ik heb dat nog nooit gevraagd. Zo raar. Ik zo raar. Ja. En als je een idee hebt voor een video, comment hieronder. Ja. Comment below. We lijken echt een shit man. Als je een diehard fan bent, doe een shout-out naar u. Oké, bedankt om te kijken. Doei!